Een tv-persoonlijkheid is niet meer. Rudy Karel overleed jongstleden vrijdag. Aan de hand van herinneringen en anekdotes van bekenden uit Karels naaste omgeving wordt een beeld geschetst van zijn leven en carrière in de documentaire Rudy Karel, afscheid van een showmaster. Camera daar, totaal, met de bron. Ik kom met de, ga naar beneden. Stap erop en rij uit het shot. Huh? De Ehrenpreis voor zijn levenswerk. Die goldene camera voor Rudy Karel. Ja. Mag boven balkon. Ja, balkon. Ik rij. Alles. En dan verlies je hem. En dan pak je hem voor de mond. Rudy Karel is geen ster, Rudy Karel is een superster in Duitsland. Televisie krankzinnige. Die televisie was, leefde voor televisie, leed voor televisie en triomfeerde met televisie. En eert en zo was kind und weib, het is toch nur ein Zeitverdrijf. Ben niet zo bang, geef hun krediet, wijze ik steeds auf graniet. Iemand die eigenlijk maar één doel heeft in zijn leven. En dat is, ja, laat maar zeggen, de show. En die moet perfect zijn. En daar is hij ook eigenlijk de hele tijd mee bezig. Zo, en wat maken ze zo alles? Showmaster. Showmaster. Een nettes hobby. Wat hebben jullie bitte om deze ziemlich hohe hypotheek angeht? Womit verdienen ze hun levensonderhoud? Nou, showmaster. Showmaster. Ze horen van ons. Er ist der letzte der Showgiganten, die wir gehabt haben. Erstmal Showmaster, so wie Sie sich vorstellen, dass Sie leben. Und jetzt Showmaster, so wie Sie in Wirklichkeit leben. Showmaster ist mein Beruf, mein Beruf, mein Beruf, den der Teufel schuf. Doch möchte ich gar nichts anderes sein. Rudy Karel wordt op 19 december 1934 geboren in Alkmaar als Rudolf Kesselaar. Hij groeit op in een typisch Hollands arbeidershuisje en is de oudste van drie broertjes en een zus. In de roerige periode tijdens en na de oorlog is het voor zijn ouders niet makkelijk om de eindjes aan elkaar te knopen. In de vroegste jeugd was er natuurlijk niet zoveel. Er was armoede nog. Een vader die probeerde aan het werk te komen. Maar we hadden eigenlijk pret met alles. Vader André Karel is conferencier en in de wijde omgeving is er geen bruiloft of partij waar hij niet optreedt. Rudy kopieert al op jonge leeftijd de ondernemingslust van zijn vader. Ik herinner me dat als er een brand uitbrak, dan sprong hij op zijn fiets. En dan sprong ik achterop bij hem, als ik mee mocht. Ja. En dan ging hij met een rotvaart naar de brand toe. En dan stond hij vooraan en dan stond hij te praten met journalisten. Ja. En hij had nog net niet de leiding over het blusgebeuren. Ja. Maar hij was prominent aanwezig. Ja. Altijd en overal. Ja. Toen
toen kwam er een schoolavond van de Imago's als schoolvereniging. En toen zegt hij, nou, ik wilde, net als vader, ga ik ook zo het programma aan elkaar praten. Dus 's avonds zaten moeder en ik op een stoeltje, net zoals nu. En dan zei hij, nou moeten jullie goed luisteren. En dan begon hij. En dan ging het achter elkaar door. En dan zat moeder ook te regisseren, want die was er natuurlijk ook erg bij betrokken. Moppetappen. Moppetappen, ja. En verhaaltjes vertellen. Vader André krijgt steeds meer succes in het variété-circuit. En hij is vaak van huis. Hij gaat zelfs een half jaar op tournee in Indonesië. Ja, dan was moeder weer een half jaar alleen met vier kinderen. En dat is ook best natuurlijk altijd moeilijk geweest. Ja. Maar toen hij dus terugkwam de avond uit Indonesië... was net de avond dat Rudy optrad in het Gulden Vlies in Alkmaar. En daar is hij gaan kijken en toen heeft hij echt staan huilen... achter in de zaal dat zijn zoon in zijn smoking... ineens daar als een volwassene stond op te treden. Rudy had het vak natuurlijk geleerd van zijn vader. Toen hij een jaar of 17, 18 was, toen deed hij al de zaken voor André Carrel. En André Carrel was echt het prototype van de ouderwetse conferencier, de entertainer. De ene dag een bruiloft, dan weer een feestavond voor een schoenenfabriek. Die reisde het hele land door. En Rudy moest wel eens invallen voor zijn vader, als zijn vader ziek was. En dan vertelde hij de moppen van zijn vader weer. Ik had in die periode een accordeonduo met mijn tweelingzuster. Ik trad dan op in programma's met onder andere André Carrel, de vader van Rudy. Maar Rudy was natuurlijk een brutale hond. Rudy is later ook in datzelfde vak terechtgekomen. En we zijn alle twee in de jaren 55 beroeps geworden. In dat begin was André Carrel natuurlijk de held van Rudy. He, was hij de grote ster, de man die het geld verdiende en toestanden. En toen ging Rudy hem overschaduwen door de televisie. En dat zorgde voor pijnlijke situaties in huis. Maar ook bij het werk van André Carrel. Want dan kwam hij bijvoorbeeld op een feestavond in Brabant. Dames en heren, we hebben vanavond Carrel in huis. En toen was Rudy al heel populair. En dan zei die man verder. Niet Rudy, maar André. En hoorde hij de zaal. Wow. Rudy zit volop in het snabbelcircuit. En zijn talent blijft niet onopgemerkt. De VARA contracteert hem om liedjes en conferences voor een populair radioprogramma te maken. Zijn losheid en originaliteit vallen op en Rudy wordt uitgekozen om Nederland te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Londen. Dat is dan 1960. Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de meisjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Ik ben... Nou, we hoeven het geloof ik niet helemaal te horen om ons te herinneren dat het een heel leuk, levendig, vrolijk, in een ook aardig tempo liedje is. Dat een aantal... leuke kenmerken in de tekst heeft, een paar binnenrijmen die erin zitten. Een vrolijke melodie van Dick Schallies, tekst van Willy van Hemert. En een even vrolijke, daarbij betrokken, levenslustige behandeling door de zanger, Rudy Carrel. En Carrel, ja, met zijn flair en zijn oorspronkelijkheid en zijn gedrag, zijn hele uitstraling. Die was jong en snel en leuk en ambitieus ook. Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de meisjes van de zeisjes en de wereld ken. En het ging dus bij hem eigenlijk helemaal niet goed. Hij zette te hoog in. Zong onzuiver, steeds te hoog. Het was minder goed verstaanbaar. Het geluid was niet zo goed. Hij articuleerde niet zo goed. En wij zagen dat liedje dus in zijn handen weglopen. En dat was heel zielig en jammer. En het publiek, hij eindigde als...
nummer laatst of voorlaatst, met 2 punten of zoiets. Ja, die hebben niet in de gaten wat wij als voordelen hadden gezien in het liedje en in Rudy Karel. Omdat die iemand hoorde die niet zo mooi zong, in een taal die ze niet begrepen. Oh, waarom ben je dan ook zo lief? Na dat verlies zagen wij de musical West Side Story op West End met z'n tweeën. Om alle toestanden van het Songfestival te vergeten. We liepen naar buiten en we gingen een biertje drinken. Daar hield Rudy wel van, vandaar het liedje Het Laatste Biertje. En diep in de nacht zeiden we toen, Henk, hij zegt, ik heb nu die show gezien, die 50 mensen op het toneel. Ik wil die snabbeltour niet meer doen. Hij zegt, want als ik dat mee doorga, dan ga ik net als mijn vader van de ene bruiloft naar de andere bruiloft. Ik wil dat niet meer. Ik wil het theater in en misschien de televisie. Hij zegt, want als ik nu niet stop, gebeurt het nooit meer met die snabbeltour. Die zich natuurlijk heel goed realiseerde. Dit Songfestival was midden in de week, dinsdag of woensdag, meen ik. Maar op zaterdag daarna had ik weer zo'n uitzending, zo'n radio-uitzending, waar Karel ook in zat. En ik viel ook bijna om van verbazing toen hij daar een conferentie voor had bedacht, die echt briljant was. Ik heb nog nooit iemand zo geliefd zien worden doordat hij verloren had. Omdat hij er ook zelf grap over maakte. Rudy had altijd zelfspot. Kon zichzelf in de maling nemen. En hij verliet aan het eind van de uitzending... verliet hij het pand alsof hij het Songfestival gewonnen had. Rudy is niet meer te stoppen. Want kort daarna krijgt hij van de VARA zijn eigen tv-show op de zaterdagavond. De Rudy Karel Show. Is geopend. Het woord is aan de minister-president. Het zwakke geslacht, het zwakke geslacht is in de Tweede Kamer nu volledig aan de macht. De mannen zijn footsie en hebben helaas niets meer te vertellen, want de vrouw is de baas. En dit kabinet bepaalt hier de wet. Geheel volgens de regels van het moederswil is het. Hij heeft toen een show bij de VARA gekregen. De Rudy Karel shows en daar bleef ieder in goed thuis. Politiek, vol romantiek, vol romantiek. Het hele parlement, vol seks en temperament. Wat Rudy deed op tv, dat week ook zo af. Week zo af, ja. Van bedoel ik, wat, ja. Wat Rudy daarvoor gedaan heeft, dus voor de radio en op de bühne. Oh ja. En ook wat vader deed. En het was voor ons ook een volledige verrassing, althans voor mij... Dat Rudy daar zo'n succes mee had. Een vrouw regeert zo zacht. Ja, dat had je gedacht. Het zwakke geslacht is in de Tweede Kamer nu volledig aan de macht. De mannen zijn functie en hebben helaas niets meer te vertellen, want de vrouw is de baas. Politiek, vol romantiek, vol romantiek. De televisie die Rudy populair maakte, was de dood voor de feestavonden. André Karel was aan de ene kant trots op zijn zoon, later zelfs heel trots. Maar in het begin was dat moeilijk, want de mensen gingen niet meer uit. Er waren geen personeelsavonden meer in het land waar hij van leefde. Dus dat was nogal een schizofrene situatie. Dames en heren, dank u wel. Dat is de eerste maal in mijn leven dat ik mijn zoon heb uitgekleed. Hij heeft mij 18 jaar uitgekleed. Dit is de eerste keer dat ik het doe. En het aardige is, dames en heren, dat toen u op eigen benen op bijdrage. Ja, ik ben er. Rudy nodigde weer zijn vader uit om een duet te zingen in de shows. En ik denk dat je als vader bent, dat je daar toch wel heel trots op bent. Ik heb de anderen eigenlijk nooit over Rudy horen opscheppen. Maar ik denk dat hij in zijn hart enorm trots was op hem. Verkeer adem bemot, want ik gooide iets kapot. En een goed pak slaag was mijn verdiende loon. Gaf je een half uur later weer een knakking.
want zo gaat dat bij een vader en een zoon. De echte doorbraak van Karel komt in 1964... als hij met zijn show de prestigieuze Zilveren Roos van Montreux wint. Het gegeven is simpel, maar tegelijkertijd subliem. Vanaf een onbewoond eiland in een groot waterbassin doet hij een onnavolgbare Robinson Crusoe-act. Het Circus Theater in Scheveningen liet hij helemaal onder water lopen. En ja, met Esther Overeem, iedereen kent die beelden, denk ik nog. En, maar niemand weet waarschijnlijk hoe hard Rudy eraan gewerkt heeft. Ik moet u wat bekennen. Ik heb gejokt tegen u. Ik heb gezegd dat ik hier alleen was, maar dat is niet waar, hoor. Nee. U denkt dan niet dat ik in mijn eentje op een onbewoond eiland ga zitten? Nee, er is nog iemand. Ik zal mij even roepen voor u. Vrijdag! Vrijdag! Wakker worden. Rudy is naar alle dierentuinen gegaan in Nederland bij circus om een aap te zoeken. Uiteindelijk kwam Rudy terecht in de dierentuin in Amersfoort. Daar was een hele sympathieke aap. Maar ja, Rudy wilde die aap voor de televisie hebben. De dierentuin voelde daar niks voor. Toen zei Rudy, ja, maar ik ga een heel goed contact met hem opbouwen. En als hij mij nou aardig vindt, als we nu echt contact hebben, mag hij dan in de show. Moet je wat drinken? Moet je wat drinken? Beetje zeewater, beetje zeewater. Simpel zeewater. Klein beetje. Klein beetje zo. Alsjeblieft. Hij is gek op zout water, weet u dat? Dat vindt hij verrukkelijk, zout water. Voor mij is het een Rotterdammer. Hey, kom je aan het plek door? Hé? Wanneer krijg die pin-up foto's eens terug die je geleend hebt? Hij is 9 weken lang... is hij bijna elke dag naar de dierentuin gegaan. Ging hij eerst voor de kooi zitten, ging hij met de aap praten. En maar praten, totdat die aap telkens naar hem toe kwam, zijn hand aanraakte. Toen bracht Rudy een stoel mee waar die aap in zou zitten in het Circus Theater, zodat hij aan die stoel ging wennen. En daar heeft hij dus echt weken in geïnvesteerd. Hè, dat is wel een teken, een bewijs van zijn perfectie, om een band op te bouwen met die aap. Ging zelfs om Rudy geven. Er ontstond een band tussen die twee. En dat was een van de geheimen van het succes van die show ook. Maar het typeert ook hoe serieus Rudy dat gedaan heeft. Het programma trekt internationaal de aandacht. Ook de Duitse zender Radio Bremen is onder de indruk van de show, die voor relatief weinig geld gemaakt is. Karel krijgt een contract aangeboden in Duitsland. Ik vond het geweldig dat de Nederlander doorbrak in Duitsland. Dat was voor ons wereldsensatie, dat een Nederlander uitgenodigd werd om naar Duitsland te gaan. Maar jaloerse collega's zeiden ze, ja, in Duitsland hebben ze geen gevoel voor humor, dus daar kan Rudy wel doorbreken, dat soort valse opmerkingen. Rudy was iets nieuws in Duitsland en die veroverde in een mum van tijd heel Duitsland. Van deze teller kunnen ze genau aflezen hoeveel fernsehempfänger in ganz Duitsland op onze zending aangesteld zijn. Dat zijn also in deze moment genau 3.963.491. Ah, zien ze? Nog een toeschouwer. Had vielleicht eerst jetzt Feierabend. Schönen guten Abend. Sie haben noch nichts besorgt. Men was gewend daar in Duitsland. Grote shows met 36 balletmeiden, prachtige zangeressen, toestanden. Maar er was niets menselijks aan. De showmasters zeiden al 15 jaar dezelfde aankondigingen, dezelfde teksten. Dat waren een soort veredelde robots in keurige pakken met keurig gekamde haren. En toen kwam daar ineens zo'n jongen uit Nederland en springen in het veld. Die de shows, de televisie, menselijk maakte. Ik heb in de laatste tijd verschillende moderne gedichten geschreven. En een van mijn schönsten werken möchte ik Ihnen jetzt ganz gerne vortragen. Modern gedicht. Ja, hier is. Es heißt, wui wui, sagt der Wind. Wui wui, sagt der Wind. Wui wui, ein Hund wuft. Hundsbaum flockt, was grün ist. Turteltauben markieren den Umschwung des Nachmittags.
bienen en dekken pflaumen bloeten der morgen. Die nacht is blauw, zo blauw, die vogels slapen. Piep, piep. Fien, Fientje, ik kom toch vroeger naar huis. Etwas, was oft vergessen wird, ist, dass Rudi enorm viel für den Brückenschlag zwischen unseren beiden Länder getan hat. Er hat uns den sympathischen Holländer gezeigt und hat viel dazu beigetragen zu diesem Brückenschlag. Und das war zumindest in den Anfangsjahren noch immer eine Bridge over Troubled Water. Hoe was het ook een keertje dat Rudi dus in Duitsland werkte, was fout. En toen zei Piet Grijs, geloof ik, had geschreven, ze moeten hem zijn Nederlanderschap afnemen. Ja. Terwijl hij een kind was in de oorlog. En ook genoeg mee had gemaakt en gezien. Rudi trekt zich weinig aan van de kritiek. Hij wordt volledig in beslag genomen door zijn shows. Met zijn vernieuwende decors en zijn losse manier van presenteren weet hij miljoenen Duitsers aan de buis te kluisteren. Maar er is ook een keerzijde. Voor zijn privéleven heeft hij nog maar weinig tijd. Rudi kreeg in die tijd ook opmerkingen van zijn dochtertje als hij lang weg was geweest. Jij altijd met die rotshows daar in Duitsland. Dat deed hem wel veel pijn, maar dan moest hij toch weer met het vliegtuig de volgende dag naar zijn flat in Bremen gaan. Je moest altijd opbellen dat je het gezien had. En dan moest je eigenlijk alleen maar zeggen, oh prachtig, dat was prachtig. En toen kwam dan de tijd dat ik af en toe zei van, nou, dat sloeg weer nergens op, pap, wat je daar deed. En dat was ook lelijk en wat had je daar nou aan? Dan werd je verrotte gescholden aan de telefoon. Het huwelijk dat hij in Nederland was aangegaan met Truus en waaruit zijn twee dochters Annemieke en Caroline zijn geboren, staat onder enorme druk. Hij was ook niet veel thuis. Toen dan zijn carrière echt liep, zagen we hem nauwelijks nog. Later heeft hij mij gezegd, ik moest scheiden. Want als ik langer bij mijn gezin was geweest, dan had ik ze nog veel meer ellende gegeven. En waren nog veel meer verdrietige tijden geweest. Maar hij zei, in dit vak kan je eigenlijk niet getrouwd zijn. Want hij werkte echt dag en nacht aan die show. Hij was getrouwd met die show. Komt u maar hier. Ruben. Karel's toewijding en perfectionisme zijn ongekend. Hij weet zelfs Cassius Clay over te halen in zijn show te komen. Ruben, neemt u maar plaats. Ruben. Bitte nehmen Sie Platz. Who's first? Ich würde sagen, wenn... Ladies first. Ladies first, ja. Wie herinnert zich niet zo'n fantastische show met Cassius Clay, waar hij mee bokste? Ik bedoel, fantastisch, hè? Maar hoeveel dagen en nachten heeft hij aan de telefoon gehangen, Rudy, om iemand zover te krijgen? Waar hij heel trots op is, dat hij Cassius Clay in de uitzending had. Dat is voor hem echt zo'n highlight geweest. He is the biggest. He is the greatest, he said. Es gibt von Rudi diesen wunderbaren Spruch, den ich seitdem auch immer wieder benutze. Ich kann nur das aus dem Ärmel schütteln, was ich vorher reingetan habe. Das heißt, dieses in jeder Phase sehr überlegte, sehr kontrollierte und dann aber es verkaufen, als würde es ihm im Moment einfallen. Das ist etwas, was er bis zur Perfektion kann und was außer ihm zu dem Zeitpunkt auch niemand konnte. Tell him he's in trouble. He made a mistake when he hit me in my face. Sorry. Op een gegeven moment wilde ik werken en ik wist niet wat. En dus toen vroeg hij of je niet bij hem wilde beginnen. En toen begon hij net met Rudi's Tagesshow. En ik was daar ook een beetje bang voor. Want vroeger toen hij Om Lauf en een Band deed,
vond ik hem vreselijk. Want hij schold iedereen uit. En hij, wat ik ook begreep, hij stond onder een enorme druk. En het waren live shows. Also ich habe sogar erwachsene damals, Menschen, die fast so alt waren wie ich jetzt, mit Tränen in den Augen aus seinem Büro kommen sehen. So hat er sie zusammengefaltet, wie wir in Deutschland sagen. Het vervelende van Rudy was, of is, bij opname, hij heeft altijd gelijk. De regisseur had eigenlijk ook niet veel te zeggen bij hem. Hij deed eigenlijk de regie. En ik geloof in de, aan het eind van de uitzending stond dan ook regie Rudy Carrel. En cameraregie was dan iemand anders. Maar hij deed het eigenlijk allemaal zelf. Er sah alles, er war sehr streng, die Requisiten mussten stimmen, alles. Er kümmerte sich um alles. Also er war der Macher. So, können wir jetzt? Hallo? Ja? Wir müssen. Darf ich mal den jungen Mann von ganz hinten da nehmen? Die kommt von hinten dann, der war nicht vorne. Kommt hier nach vorne. Ja, dann würde ich sagen, dass sie dann absteigt und sie holen das Ding wieder ab. Wenn es einigermaßen klappt, Axel, dass sie dann weggehen. Also, wenn... Sie haben auch eine Assistentin dabei. Wo ist sie jetzt? Endstand von... Hä? Ihr habt die ganze Zeit gehabt, das zu machen. Warum nicht? Ist da jemand da? Ist da jemand? Ist da ein Aufnahmeleiter? René? Ja, aber dann muss ich... Geh weg da. Du, nee, lass los. Lass los. Ich und auch unsere nächsten Gäste. Axel? Axel? Het moest toch zijn, en ook onze. Onze. Ja, een reden hoeft steeds anders. Je komt zelf wat zo mee. Ja, hier. Als we morgen hebben, deze scheuzelijke bril ook af. Einfach mitnehmen. Einfach mit. Nee, ze zijn niet. Moment, stop. Ze zijn niet daar. Ze waren dahinter. Also Klaus Wennemann, diesmal sichtbaar en niet meer unsichtbaar. Een tolle wagen, dat is de allerneueste. De Herr Wennemann had een eigenes Mikro. Ja, Gerard. Ik heb etwa 30 gesprekken in deze show, ja? Ik merk me dat nachher, ik weet jetzt niet op. In noodvallen heb ik dat ding einfach dabei. Het kan zijn dat. De ene had wel een micro, de andere had geen micro. Ik heb dat ding jetzt mal even dabei. En ik merk me dat nachher, en meestens klappt het dan ook. Maar ook deze Härte, ook deze. Dat ging ja nur om die Sache. Dat ging niet om den Menschen. Er meinte dat jetzt niet persönlich. Er sah nur den Effekt. Hij draaide een sketch in Wagendorf in het water. En hij was een spion en hij had een te groot duikpak aan. Dus zat lucht in. En toen hebben ze hem een bühnengewicht ja, achter zijn rug gebonden. En hij had een eend op zijn hoofd. Dus hij moest zo onder water zijn met die... En die eend moest boven water zijn. En, maar dat gewicht dat trok hem naar achteren. En hij was aan het verdrinken. Maar niemand zag dat zo, weet je. We dachten eerst allemaal van, ach, dat, hij maakt een grapje of zo. En op een gegeven moment zag ik dat het ernst was. En de regisseur ook. Dus we sprongen met z'n tweetjes het water in en halen hem eruit. En ik was echt totaal de kluts kwijt. En hij komt eruit en hij zegt tegen de camera... Cameraman, heb je het? Daar was ik zo kwaad over, weet je. Dan maak je je zorgen en je springt dat wat in. En het enige waar hij op dat moment aan dacht is... Heb je dat? Ja, Rudi war Champions League oder ist Champions League und wer da in seiner Mannschaft spielte, musste ihm die Bälle zuspielen, möglichst gut und er schoss die Tore. Und, aber die Siege hatten wir dann gemeinsam. Carrel ist ein Control-Freak, die de touwtjes in handen houdt. Altijd. Zijn onuitputtelijke gedrevenheid maakt velen wanhopig, maar daarmee weet hij wel alle beroemdheden te strikken voor zijn shows. Hij haalt kijkcijfers van boven de 20 miljoen. En toch wil hij ook graag bevestiging van de man op straat. Ik herinner me, dan waren we een Amerikaan 's morgens koffie aan het drinken in Amsterdam. Toen we in Amsterdam waren, na de show. En dan zegt hij, ik ga nu even de Leidse straat in heen en weer. Ik zeg, wat ga je doen? Hij zegt, ik ga even applaus halen of ze schelden me verrot. Ik weet het niet, maar even weten hoe die show ontvangen is. Dat had hij gewoon nodig. Hij had me immer die geschichte erzählt, dat hij een tijd lang naar Amerika in een urlaub gefahren is.
weil er es einfach leid war, dass ihm immer die Leute auf die Schulter tippten, Rudi und so. So. Und er sagte, ich möchte einfach mal alleine sein. Und das hat er, glaube ich, nur wenige Tage ausgehalten. Dann ist er in New York an den Flughafen gefahren und hat gewartet, bis Urlauber aus Deutschland kam, damit er Autogramme geben konnte. Und dann ist er glücklich wieder weggefahren. Ja? Also Rudi braucht Öffentlichkeit. Das ist ein Teil seines ganzen Motors, den er hat. Das wichtigste Thema der vergangenen Woche war... Das zweitwichtigste Thema... In 1987 maakt Rudi een inschattingsfout die uitmondt in een grote diplomatieke rel tussen Duitsland en Iran. Een beeldgrap over de Iraanse Ayatollah Khomeini leidt tot heftige protesten en Rudi moet met zijn gezin onderduiken. We hebben ons alle niets daarbij gedacht. Voor ons was dat einfach nur komisch. En wat dat auslösen konnte, had niemand wirklich ernsthaft zich überlegen können. Diese Woche feierte man im Iran den 8. Jahrestag der Islamischen Revolution. Ayatollah Khomeini wurde deshalb von der Bevölkerung gefeiert und mit Geschenken überhäuft. Als es dann passiert ist und als wir diese Reaktionen zu spüren bekommen haben, war natürlich das erste war ein unheimlicher Schreck, weil klar, wenn man plötzlich mit einer eigentlich harmlosen Unterhaltungssendung politische Verwicklungen raufbeschwört, dann ist das ja nicht lustig. Naja, wir haben es natürlich gesehen auf der Televisie und dann dachte ich auch von oh, oh, oh. Das war auch für ihn, glaube ich, gar nicht komisch. Und er hat einfach auch da gemerkt, natürlich, wir alle, aber er eben auch, wo plötzlich wirklich die Grenzen von Humor liegen, bedauerlicherweise. When that happened, we had a lot of police, a lot of bomb threats here and everything, but for me it was a really funny time because I didn't see the imminent danger and Rudi never made it out to be as dangerous as it really was. Ik heb toen op een gegeven moment Rudi opgebeld en gevraagd, papa, wat is er nou aan de hand? En toen zei hij, oh nou, hier zit politie en we mogen de deur niet uit en Alexander wordt met de politie naar school gebracht en als ik moet gaan inkopen moet de politie ook mee. I was here with a friend and we were just happy having the police nearby and the army and all the big trucks and vans and we'd bring them out coffee and biscuits in the morning and you know, it was a great time. But then one day when I didn't have to go to school for 2 weeks, I think, but then Rudi said one day, well, it's enough now, you know, he has to go to school. And then the police cars would come and escort us and also followed by press and everything under the moon. And Rudi just bought a new four-wheel drive, so he decided to drive over this field here instead of going the street, and nobody followed him. So he got rid of them, dropped me off at school, and drove back. When he's sick of something, he just does something. So he thinks he's James Bond, I think. Rudi besluit om publiekelijk zijn excuses te maken. Im Gegensatz zu solche Sendungen im Ausland, zum Beispiel Spitting Image in England. Versuche ich es so zu machen, dass die Politiker auch darüber lachen können. Und meine Aufgabe ist es nicht, Leute zu ärgern. Ich werde dafür bezahlt, dass Menschen Spaß haben und etwas. Also bedauere ich das einfach, dass hier eine Gruppierung von Menschen einfach beleidigt ist. Und darum möchte ich mich entschuldigen beim iranischen Volk. Und das haben wir heute offiziell den iranischen Botschafter mitgeteilt. Die schwierigste Woche meines Lebens. Und ich habe einen Fehler gemacht. Maar Rudi zou Rudi niet zijn, als hij het niet met een grap zou afmaken. Ja, alles in Ordnung. Gut. Absolute Ruhe, ja? Danke. Bitte, Herr Karel, Sie können kommen. De Iran-affaire heeft geen effect op Rudi's populariteit. 40 jaar lang weet hij zijn plek aan de top in Duitsland te consolideren en hij heeft alle denkbare prijzen op tv-gebied gewonnen. Woont sinds de jaren 70 op een landgoed bij Bremen. Zijn zoon Alexander is hier opgegroeid. Hij is geboren uit het tweede huwelijk van Rudi en is inmiddels zelf getrouwd en geëmigreerd naar Australië. Hij logeert een aantal maanden met zijn vrouw en dochtertje bij zijn vader. This is Rudi's house that he bought 30 years ago.
almost to the day, I think. That's the time of year that he came here to first have a look at, and I think you can see why he fell in love with it straight away. He basically, as soon as he saw it, he knew he wanted to buy it. And back then he bought it for a relatively cheap price, considered to what it would be worth today. It was only 500,000 Deutschmarks back then, which is not an awful lot. Alexander is geboren uit Rudy's huwelijk met de Duitse Anke. Zijn eerste huwelijk is uiteindelijk bezweken onder de druk van het harde werken en het heen en weer pendelen tussen Duitsland en Nederland. Als Rudy Anke leert kennen, is hij in Duitsland al een gevierde ster. Een hele, ja, een beeldschone vrouw. Maar ook een toch een hele intelligente en een hele lieve vrouw. Ze was heel mooi, maar door dat mooie hadden mensen vaak een verkeerde indruk van haar. Hij kende Anke van de Zesdaagse in Bremen, waar Peter Post fietste. En zo is Rudy Karel aan Anke gekomen. En ja, de bliksem sloeg in bij Rudy. Hij was toen nog getrouwd met Truus. Hij was enorm verliefd op haar. En ze schreven elkaar brieven. En ja, toen kreeg Rudy toch een soort schuldgevoelens. Hè. Dat was van al een paar maanden bezig. En toen liet hij Anke weten van, ja, ik geef om je. Ik vind je fantastisch, maar ik kan het niet opbrengen. Ik kan niet breken met Truus en mijn dochters, want ja, ze zijn zo goed voor mij en ik hou zoveel van ze. En toen was Anke natuurlijk helemaal een dip. Maar 2-3 maanden later werd er gebeld. Anke deed de deur open en daar stond Rudy. En hij zei, ik kan niet zonder je leven. Ik kan niet zonder je leven. En ze waren allebei in tranen en nou ja. Hele mooie vrouw en een lieverd. Vond alles goed. Heeft veel met Rudy moeten meemaken natuurlijk. Hè? Dat die mama bezig was met zijn werk. Alleen maar met zijn werk. Maar voor Rudy mag zijn handen dichtknijpen dat hij aan Anke is blijven hangen toen. Meteen na de geboorte van Alexander wordt Anke ernstig ziek. Na een lang ziekbed sterft ze in 2000. Rudy heeft haar urn op zijn landgoed begraven. I only knew her when she was sick because she got the arthritis when I was born. So I don't know much what kind of a woman she was before that. Only from, you know, what my dad said. Well, you know, I know that she was very beautiful with a huge, huge aura. And I think she never lost that. I mean, I think she even carried that in sickness, although it hurt her a lot, not only the physical pain, but just the mental pain she had to go through because of, you know, not. She thought she didn't have that strikingness and the aura anymore about her that she used to have, and she really suffered from that, I think. Ja, Anke werd ziek, hè. Ze kreeg reuma, leed verschrikkelijke pijnen. Maar ja, het werk ging toen toch door voor Rudy. En hij werkte toen samen met een meisje, een vrouw, Suzanne. En daar had hij dus, ja, enorm contact mee. Zagen elkaar elke dag op kantoor, werkte aan die show samen. Ja, dat schept een band, hè. En als je dus, ja, het is toch een eenzame job, hoor, als je die shows moet maken. En Suzanne was ook een klankbord voor hem. En ja, en daaruit ontstond ook een relatie. Zonder vrouwen, dat gaat niet. Anke was altijd heel erg belangrijk voor hem. Ja, en Suzanne, zijn vriendin, was ook heel erg belangrijk. Ja. Dat, de buitenwereld sprak daar natuurlijk schande van. Maar zelfs de Duitse pers heeft hem toch toen in die tijd wel in bescherming genomen. Also Rudy ist zwar ein Macho, aber er ist auch gleichzeitig jemand, der die Frauen liebt. Und das hat ihm auch manchen Ärger eingetragen in seinem Leben. Aber trotzdem ist er, glaube ich, jemand, der... Also ich würde behaupten, dass Rudy nicht alleine sein kann. Ich denke, dass Rudy für elke Phase in seinem Leben wieder eine andere Frau nodig hat. En dat blijkt als hij tot verbijstering van velen na Ankes dood opnieuw trouwt. Niet met zijn vriendin Suzanne, de vrouw met wie hij zoveel jaren een relatie heeft gehad, maar met de 35 jaar jongere Simone. Ja, ik geloof dat familie is voor hem heel erg belangrijk. Maar
meer zo, zodat ik iets heb waarvoor ik dan ook moet werken. En ja. Maar hij is niet echt een familiemens die gezellig iedere avond met de familie aan tafel gaat zitten. En over de problemen van de dag praat of dat soort dingen. Hij is meer een 5 minuten vader. Als hij die 5 minuten heeft, dan moet je het ook erkennen. En dan moet je hem gauw pakken en zeggen: pap, ik heb een probleempje. Of kun je me misschien helpen daar of daar? En dan is hij er ook en dan praat hij ook met je. En daarna zijn die 5 minuten afgelopen en dan draait hij ze om. En dan, ja, dan, of je hebt ze gehad, die 5 minuten, of je bent te laat. Wenn ich denk in all den Jahren, die wir beieinander waren, was wir fühlten, du und ich. Wenn ich denk, was wir empfanden und gemeinsam ausgestanden, und die Blumen, die du brachtest, rochen wirklich fürchterlich. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Rudy heeft weinig vrienden, denk ik. Weinig vrienden. En de vrienden die hij heeft, zijn toch voornamelijk werkrelaties. Rudy heeft geen vrienden. Ik ken een paar mensen die belangrijk voor hem waren. Maar of dat nou echte vrienden zijn, weet ik niet. De vriendschap is voor hem derjenige die hem een goede witz geeft of een goede idee. Dat is zijn beste vriend. Voor den moment dat die idee dan functioneert. Maar dat is logisch in dit vak. Als je zo hard werkt als Rudy, heb je geen tijd en ook geen geduld om in vriendschap te investeren. Rudy is toch altijd een loner geweest, hè? Ondanks de vrouwen om zich heen. Maar er is op een art, zoals een variété-kunstler of circuskunstler, treu. Er hat immer Menschen auch in die Show gebracht von früher. Er hat ihnen Arbeit gegeben. Er hat mit ihnen zusammengearbeitet. Er hat sie dann getroffen irgendwo. Er hat sie weitervermittelt. Also, aber immer im Zusammenhang mit dem Showbusiness. Immer vom Fuck. Und ja, sein bester Freund ist eine gelungene Show. Nou, hij heeft dat verklaard in de pers toen hij eigenlijk zo'n grote vriend van me. Maar ik heb uit de pers wel moeten lezen dat hij getrouwd was. Dus daar heeft u nooit met me over gesproken zelfs. Ik heb dat uit de krant gehoord. Ik denk, als je een goede vriend bent, dan... Dat is nou typisch Rudy. Van Rudy kan je alles verwachten. Ik bedoel, zo iemand zoals Tony Eijk bijvoorbeeld. Ja, die ziet hij graag. Maar dat is dan meer van lachen. Als ik Tony zie, dan kunnen we lachen en verhalen vertellen wat we zo beleefd hebben en zo. Maar hij heeft geen vriend dat als hij ergens een probleempje zou hebben of zo, die hij dan opbelt en waar hij dan een gesprek mee voert of zo. Dat ken ik niet van hem. Wat ik een pure vorm van vriendschap vond, was op mijn 65e verjaardag. En Rudy komt nooit, nooit, nooit ergens. En Rudy was speciaal met het vliegtuig van mij gekomen. En wat ik niet wist, dat hij al bestraald was, dat hij al in het ziekenhuis had gelegen, heeft hij nooit verteld. Midden in het oerwoud, 50 Nederlandse soldaten hier en 500 bijna naakte Papoea's eromheen. Dus dat had ik toch moeten weten, terwijl we toch contact hebben gehad. En dus heeft er niet. Ik denk, als je zo in de put zit, zoals hij in de put gezeten moet hebben toen hij het vreselijke bericht kreeg dat hij kanker had, dan ga je vrienden bellen van hoe moet ik doen. Maar hij verwerkt het toch zelf, denk ik. Rudy hoort eind 2004 dat hij longkanker heeft. In februari 2006 krijgt hij de belangrijkste Duitse tv-prijs, de Gouden Camera, voor zijn hele oeuvre. Wat mij opviel, wat ik nog nooit heb gekregen, van dat ik een mail kreeg: kijk vanavond even televisie. En dan wil hij toch laten zien. Maar ja, daar kreeg ik echt kippenvel en tranen in de ogen, hebben we te kijken. Het 5 minuten lange applaus, zeg. En dat hij ook verdiend heeft natuurlijk. Bij de Golden Camera was het zo dat ik hem gemaild had wie de Golden Camera zou krijgen. En toen mailde hij me terug en toen zei hij: ja, ik krijg er ook één voor mijn levenswerk. En toen dacht ik even, hoe wil hij dat nou doen? Want hij kan hier helemaal niet praten. En hij, tot dan toe wilde hij ook niet vooruitkomen dat hij geen stemmen had. Dank je, dank je, dank je, dank je. Dank je. Wie Sie hören, habe ich gewisse Probleme mit meinen Stimmbändern. Nun ist das nicht so schlimm,
Met deze stemmen kan man in Duitsland immer nog superstar worden. Ja. Das fand ich wirklich wieder großartig. Also das war eigentlich ein typischer Carell, ja, dieser Auftritt. Über diese Situation einen Scherz zu machen und damit allen auch zu erlauben, völlig unbefangen mit ihm darüber zu kommunizieren. Ich möchte mich bedanken in alphabetischer Reihenfolge. Ich möchte die Tatsache, dass ich hier heute Abend diesen Ehrenpreis in Empfang nehmen kann, verdanke ich in allererster Linie meiner Krankenversicherung, dem Klinikum Bremen-Ost und der deutschen Pharmaindustrie. Für mich war sein Auftritt bei der Goldenen Kamera der stärkste Auftritt, den ich je von ihm gesehen habe in seinem ganzen Leben. Weil es in kürzester Zeit hat es alle seine Stärken noch einmal wie im Fokus gezeigt. Es war eine Ehre, in diesem Land und vor diesem Publikum Fernsehen machen zu dürfen. Für alles herzlichen Dank. Alles Gute. Ich habe ein bisschen geweint. Iedereen belde op en iedereen op straat sprak me aan. Van, goh, zoiets heb ik nog nooit gezien dat iemand er zo mee omgaat. Ja, dan moet ik ook zeggen, dat vond ik, was er heel erg trots op. Hij had ons opgebeld en had gezegd dat er iets was en dat hij dat met ons moest bespreken. Dan ben ik met mijn zus naar Waggendorf gereden. En hij zat daar zo rustig en heeft dat zo rustig verteld. Maar het was ook zo dat hij was zo, het is wel goed geweest. Ik heb een prachtig mooi leven gehad. Ik heb alles bereikt wat ik wilde hebben. Ja, en als het nu zo is, dan is het zo. Hij is een stuk gezelliger geworden, laat me zo zeggen. En hij praat ook heel erg graag over vroeger. Verhaaltjes vertellen van vroeger. Ja, hij is een stuk rustiger geworden. Hij hoeft niks meer. Mijn oudste broer. Ik hou nog steeds heel erg veel van hem. Hij heeft het wel eens zelf een beetje moeilijk gemaakt. Hij denkt toch veel om zijn familie en om zijn kinderen, maar hij uit het op een andere manier. Na 30 jaar heb ik eigenlijk voor het eerst tijd om te genieten. Ik had altijd werk. Er was altijd een soort druk op me. En nu ben ik helemaal bevrijd daarvan. En zoals nu heb ik het nog nooit genoten. I know he says that he doesn't, you know, believe in a life after death, and I think that's more the practical Rudy, because it's easier, you know, it's makes life a bit more simple. But on the other hand, he is speaking a lot now of how, you know, my mother's waiting for him, and you know, he's now soon going to go to see my mother. Hey.
geef me nog een laatste biertje, voor je me de kroeg uitsmijt. Ik wou nog even afscheid nemen, al is het ook de hoogste tijd.